Is Barry er? Ja. Ja, zou je hem hebben, Barry? Ja, joh, dat verkeer hier in Den Haag, waar wil je helemaal woud van? Kijk, maar hij wel geblauwd al. De Haagse Ed en Barry beginnen vandaag exact om 4:50 met blowen. Dit in het kader van 420. Dat houdt in dat ze 24 uur lang gaan blowen. En wij gaan even een kijkje nemen. We gaan vandaag 420 vieren. Je hebt zelfs een joint in je hand. Ja, tuurlijk. Heb je er zin in? Ja, tuurlijk. Hè. Mag ik meedoen? Ja, tuurlijk mag ik meedoen. Oh, een feestje. Kom binnen. Ed, het is 4:50. Ja. Je bent begonnen met je livestream. Ja, klopt. Maar Barry is er nog niet. Nee, klopt. Maar ja, die hebben een Surinaamse loosje, want die is altijd te laat. Ja. Hoeveel wiet rook jij over het algemeen? Ja, wel 10 blootjes om een dag. Ja. Ik word ermee wakker en ik ga ermee naar bed. Maar hoe functioneer jij in godsnaam? Nou ja, je ziet het toch. Ik functioneer gewoon goed. Ik denk dat het eigenlijk moeilijker voor mij is om 24 uur niet te blowen. Maar ja, dan word ik gek. Ja. Dat is ook niet leuk voor de kijkers. Dus. Maar je gaat nu 24 uur lang ga je dus blowen. Ja. Hoeveel joints gaan er dan, denk je, ongeveer doorheen? Ja, verleden keer had ik er 60 voor gedraaid. En die waren allemaal 60, op. 60. Ja. Ja. Is Barry er? Ja. Ja, zou je hem hebben, Barry? Ja, joh, dat verkeer hier in Den Haag, waar wil je helemaal woud van? Kijk, maar hij wel geblauwd al. Dus. Ed had het er net over 60 tot 70 joints. Ja, zoiets. Flink doorstomen dan. Ja, dan moet je wel een paar goede longen voor hebben. Dus ik ben blij dat het enige is wat nog werkt. Nou jongens, ik denk dat ik me er maar aan ga overgeven. Ja? Ik ben echt een lichtgewicht. Een lichtgewicht? Oh, ja. Dus ik ben na twee trekjes ben ik echt al zo stoomt ze gaan halen. Nou, zullen we anders gezellig een muziekje aanzetten? UWV-uitkering. Ik heb een UWV-uitkering. Ik heb een UWV-uitkering. Zeg maar, jullie blowen heel veel en dat is natuurlijk verder prima. Maar hoe gaan de vrouwen daarmee om? Mijn vrouw? Nou, die doet mee. Ja, die rook helemaal onder die tafel op. Volgende week gaan we even die uitdelen. Gaan we die uitdelen? Lekker. Aan Mark Rutte. Aan Mark Rutte, ja, dan. Droplulletje aan Mark Rutte. Ja, droplulletje van de week. En waarom gaan jullie die droplulletje aan Mark Rutte aanbieden? Geen droplul dan, Mark Rutte. Jongen, mij er lekker buiten. Nee, joh. Hoe leuk zou dat zijn als jullie een joint gaan roken met Mark Rutte? Ah, als jij dat kan regelen, ja. Wij roken wel een blootje, maar dan wordt geen probleem. Nou ja, goed, misschien kijkt hij. Barry, Ed, kijk. Als je een jointje wil roken, nou. Kom langs en misschien ga je dan wat lichter gaan denken over alle problemen. Maar je bent uitgenodigd. Adem in, adem uit. Adem uit. Au, 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 au.